Renske Helmer Engelbert is de nieuwe burgemeester van Wijchen. Daarmee volgt ze Marijke van Beek op. Van Beek is 2 jaar lang waarnemend burgemeester geweest. En met haar blikken we terug op de afgelopen 2 jaar. En met Helmer Engelbert kijken we vooruit naar de toekomst van Wijchen. Dat doen we allemaal hier in het prachtige kasteel. Welkom in de Van Nassauzaal in kasteel Wijchen. Allereerst mevrouw Helmer Engelbert, van harte gefeliciteerd met uw nieuwe baan. Hoe voelt dat? Nou, in eerste instantie, ik viel echt stil toen ik het hoorde. Ik was enorm blij, ik kreeg kippenvel. En het is een droom die uitkomt en die ga ik nu leven, dus ik ben er heel blij mee. Eind september tijdens de vergadering werd al gezegd dat u een atypische SP'er bent. En u ziet de mens achter het vraagstuk. Herkent u zich daarin? Nou, vooral dat laatste. Ik zie, denk echt de mens als achter het vraagstuk. Dat was ooit ook mijn motivatie om verpleegkundige te worden. Maar dat atypische SP'er, ja, dat is het beeld wat mensen van de SP hebben. En ja, ik ben wie ik ben en lid van de SP. Maar verder ben ik inderdaad een mens dat... naar de mens kijkt. Ja. En nu de nieuwe burgemeester van Wijchen. Nou, straks gaan we het er even over hebben waarom u precies hebt gesolliciteerd. Eerst mevrouw Van Beek. Ja, 2 jaar geleden werd u aangesteld als waarnemend burgemeester van Wijchen. En het was een vrij lastige periode, want we zaten midden in de coronacrisis. Hoe kijkt u terug op die periode? Oh, ik kijk er met plezier op terug. Ik heb een prachtige tijd gehad in Wijchen. En natuurlijk de nodige hobbels en bobbels hebben we met elkaar moeten slechten. Maar ik heb een geweldige tijd gehad. Was het lastig om te beginnen? Ja, het was heel erg lastig. Het is ruim 2,5 jaar geleden, in april. En ja, het zat midden in de coronatijd. Ja, eigenlijk slechter kun je je niet voorstellen. Een leeg gemeentehuis. Ja, niemand in de buurt. Alle festiviteiten en andere samenkomsten die waren afgeblazen. Ja, dan is het als burgemeester uit een andere regio komend niet gemakkelijk. Nee, en ook heel veel digitaal natuurlijk. Ja, daar begon het gelijk mee. Ja. Ik heb eigenlijk geen kennis kunnen maken met raadsleden. En gelijk had ik 27 raadsleden in de scherm voor me staan om de eerste vergadering te leiden. Maar we hebben het met elkaar, denk ik, tot een goed einde gebracht. Griffier heeft natuurlijk ook een goede ondersteuning gegeven. En uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Ja, denkt u dat u de afgelopen 2 jaar voldoende kennis heeft kunnen maken met de Wijchenaren? Uiteindelijk wel. Natuurlijk, nadat de maatregelen ook stopgezet zijn, werden de representatieve taken natuurlijk ook veel meer. En daar heb ik ook dankbaar gebruik van gemaakt. En ik kon zelf ook wat ondernemen om kennis te maken met vooral de inwoners, de organisaties. Ja, en daarnaast waren de gebruikelijke bezoeken die allemaal wel doorgegaan zijn. En er zijn natuurlijk ook wel ontvangsten geweest. Kinderlintjes uitgereikt, andere lintjes uitgereikt. Maar ook besprekingen geweest die we dan met inachtneming van de coronamaatregelen gewoon doorgang hebben gevonden. 2 jaar terug, ook een moeilijke tijd voor u, mevrouw Helmer Engelbert. Niet alleen vanwege corona. U was destijds wethouder in de gemeente Nijmegen. Daar moest u noodgedwongen mee stoppen, want u kreeg borstkanker. Ja. Hoe heeft u die periode ervaren? Nou ja, dat was natuurlijk een pittige tijd. Krijg je als donderslag bij heldere hemel het nieuws natuurlijk, hè, vanuit het ziekenhuis. En dan kom je in een achtbaan die even niet lijkt te eindigen. En om die goed te kunnen laten verlopen verder, moest ik afscheid nemen van het wethouderschap. Want ook wethouderschap is net als burgemeesterschap. Dat gaat 7 dagen in de week door. En je bent er voor de mensen in de stad, toen de stad Nijmegen. En dat kon ik even op dat moment niet geven. En dat ging in mijn ogen te lang duren. En heb ik gezegd van nou, het is beter voor mezelf voor het herstel. Het is beter voor de stad. En het is beter voor het college als ik een stap terug doe. En daarmee heb ik toen afscheid genomen. Dat heb ik gedaan met heel veel pijn in het hart. Maar zonder enige spijt. Ik ben opgeknapt. Ik kreeg een prachtige kans om waar te nemen in Voorst als burgemeester. Daar heb ik enorm het hart gekregen voor het burgemeesterschap en kon ik het een mooie droom waarmaken om burgemeester van Wijchen te worden. Ja, want u bent daar een paar maanden waarnemend burgemeester geweest. Wat vindt u nou zo leuk aan een burgemeesterschap? Nou, dat je echt met de samenleving kunt werken. Ik hou van mensen, ik hou van de samenleving en om dat samen te doen. En dat kun je als burgemeester op een hele goede manier, want je staat ook boven de partijen, je bent het van iedereen.
En je staat midden in die samenleving. En dat vind ik gewoon, ja, ik hou daarvan. Ja. Nou, u komt ook uit deze regio. Op dit moment bent u nog woonachtig in Nijmegen. Ja. Ik heb begrepen dat u wel aan het kijken bent. Zijn al ver voor maar dat goed, ik kan stellen. Wat heeft u met Wieken? Nou, in 2000... Nou nee, eigenlijk begon het in 1990 op de skiberg in Alverna, een studentenuitje, waar ik een zeer dierbare vriendschap heb ontwikkeld met iemand. En later, in 2014, wilde ik een droom gaan waarmaken, namelijk paardrijden over het strand. Maar ik was bang voor paarden. Ik was echt bang voor paarden. En ik kwam terecht hier bij de Manege Prins Bankhoeven. Die hadden wel een opstappakket voor de oudere beginner. Mm-hmm. Daar schaarde ik mezelf wel onder. Dat heeft mijn hart gegrepen. En in 2019 heb ik mijn droom waargemaakt en in galop over het strand gegaan. Ja, dus eigenlijk is een stukje van uw droom hier ook uitgekomen in Wiegen. Nou ja, mede dankzij Wiegen. En ik heb natuurlijk op die manege, mijn zoon reed daar ook, heel veel tijd doorgebracht. Het was mijn plek eigenlijk om mijn werk voor te begeleiden in Nijmegen. En dan heerlijk tussen de paarden en in de rust. Dat was heel fijn. Ja. Van Beek, wat heeft u met Wiegen? Nou, Wiegen, kijk, ik ben hier gekomen als waarnemer. Natuurlijk kijk je dan eerst even rond en denk je van, goh, wat zou ik ermee kunnen hebben en hoe komt Wiegen op mij over? Ik was natuurlijk toch ook wel gestreeld in mijn ijdelheid dat ik gevraagd werd om mogelijk waarnemer te worden. Mm-hmm. Nou, en tegelijk al, ja, ik was wel gelijk heel erg verkocht toen ik op de markt van Wiegen kwam, want ja, het zag er allemaal zo ontzettend mooi uit. We hebben de kerkdorpen bezocht, ja, Wiegen ligt er gewoon heel mooi bij. Het is een prachtige plaats. Het is centraal gelegen. Een prachtige omgeving. Ja, dat was de eerste indruk van Wiegen. En die is alleen maar versterkt geworden. En waar ik vooral heel erg van onder de indruk ben, en dat noem ik dan de kracht van Wiegen, de vele vrijwilligers die bezig zijn, die op welke manier dan ook bijdragen aan het welbevinden van Wiegen, van de inwoners daarvan, maar ook ongelooflijk trots zijn op hun woonplaats. En dat geldt ook voor de kerkdorpen. Ja, dat is echt wel iets wat mij bij zal blijven en ook wat ik uniek zou willen noemen. Ja, u heeft natuurlijk ook wat minder leuke dingen meegemaakt tijdens uw waarnemend burgerschap. Bijvoorbeeld de dood van Sebastiaan. Ja, kijk, zoals het dan gaat, we zijn opgeschrikt. In eerste instantie werd ik gebeld door de politie natuurlijk, mm-hmm, dat er een heel ernstig ongeval heeft plaatsgevonden, et cetera. Nou, daar is heel veel over gezegd en gesproken. Ik wil ook een beetje daar terughoudend in zijn, juist ook in verband met de familie en de nabestaanden. Ja. Waar ik uiteindelijk als burgemeester ben natuurlijk meteen naar de plek gegaan. Daar was eigenlijk al een informeel gedenkplek georganiseerd. Allerlei bloemen lagen daar. Ik heb daar de ouders van Sebastiaan gezien, buurtbewoners gesproken. En de volgende dag ben ik op afspraak bij de familie langs gegaan, bij de echtgenoten, bij de kinderen, bij de ouders die daar ook weer aanwezig waren. Ja, het is ongelooflijk impactvol en ongelooflijk verdrietig. Nou ja, en daarna kwam dus gelijk al, heb je het weer, die Wiegense kracht. Ja, we gaan een stille tocht organiseren. Ja. Maar ja, een stille tocht in coronatijd, dat bracht mij wel even in een dilemma. Ja, want moest dus, dat toen eigenlijk? Nee, mocht je toen met een paar mensen bij elkaar komen? Nee, alles was dicht. Ja, we kunnen het ons eigenlijk haast niet meer voorstellen. Nee. Hè? Alles was dicht. Anderhalve meter afstand. Niks mocht georganiseerd worden. En toen heb ik, en dat wil ik hier ook eigenlijk wel even zeggen, toen heb ik de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de welbekende burgemeester Bruls, gebeld. En ik heb hem de situatie voorgelegd. En ik wil hem ook hier heel graag een compliment geven. Hoe hij meedenkt en hoe hij ook begrijpt welk dilemma wij terechtkomen. En ik heb toen voorgesteld, ja, weet je, we kunnen het verbieden. Het gaat toch gebeuren. Kunnen we niet beter de stap maken om dat in gezamenlijkheid te organiseren met degenen die opgestaan zijn in de Wiegense samenleving? Nou, hij vond dat prima. Ja. En dat hebben we ook gedaan. En als je dan ziet waar de Wiegense gemeenschap met de organisaties, met de scouting, maar ook andere organisaties, hoe dat die samenwerking is verlopen met de gemeente, ja, daar krijg ik nog wel kippenvel van. Ja, ja, dat kan ik begrijpen. Ja. Een kracht van Wiegen. Nou, Wiegen was misschien toch wel een grotere gemeente geworden als de fusie met Druten door zou gaan. Uiteindelijk is dat mislukt.
Ziet u dat zelf ook zo? Nou, weet je, ik spreek niet over mislukken. Want dan is het net van, nou, het moest gebeuren. Ik heb ook al vaker uitgelegd, en dat heb ik ook tegen de commissaris gezegd, een burgemeester kan komen. Ik heb ook ervaring met herindelingen, natuurlijk in het noorden van het land. Maar een burgemeester regelt niet een herindeling. Dat is toch echt wel een politiek besluit. Mm-hmm. En dat moet dus genomen worden. Ja, en dat is niet genomen. En dat heeft vooral te maken dat er toch te weinig draagvlak was. En bestuurlijk, maar ook onder de inwoners. Ja. Ja, en toen is dus het besluit genomen om het niet door te laten gaan. Dat is jammer, maar het is een gegeven. En ik zeg altijd, waar een deur dicht gaat, gaat ook weer een deur open. En dat heeft Wiegen gedaan. En daar mag Wiegen ook heel trots op zijn. Ze hebben het niet naast zich neergelegd. Ze hebben twee dingen gedaan. Ze hebben gezegd, we moeten evalueren hoe is dit proces nu verlopen. Er is ook een rapport over verschenen. En daarnaast hebben ze gezegd, we zijn nu hier, hoe nu verder? En daar staat strategisch kompas, Wiegen 2035 uit voortgekomen. Ja, en nou, dat is eigenlijk richtinggevend koersdocument, waarvan ik denk dat is op een ongelooflijke wijze tot stand gekomen. Nou, ik heb het al genoemd, in samenspraak, iedereen heeft daarover mee kunnen praten aan de voorkant. Het is uiteindelijk een prachtig document geworden en ook dat is Wiegen veerkrachtig, ook weer opstaan. En we gaan voor een prima organisatie, de werkorganisatie Druten Wiegen. Ja, want die samenwerking blijft gewoon. Hè? Die samenwerking die blijft. En daar hebben beide colleges zich ook al over uitgesproken. Er komt zelfs nog een extra impuls om verdere professionalisering te laten plaatsvinden. Mevrouw Helmer Engelbert, de komende jaren bent u dan burgemeester van Wiegen. Heeft u toch niet zoiets na laten toch maar even peilen of misschien een andere gemeente in de regio openstaat voor een mogelijke fusie? Nou, volgens mij ligt er een heel mooi strategisch kompas. En sluit ik me aan bij het verhaal van mevrouw Van Beek. Dat heb ik waar te maken in de komende jaren. En hoe dat gaat lopen, dat gaan we zien. Ik heb geen glazen bol, dus ik doe daar ook geen uitspraken over. Laten we vooral in de regio gaan samenwerken. En wat eruit komt, dat gaan we verder zien. Ja, helemaal goed. Waar ik eventjes benieuwd naar ben. Ik ben wel benieuwd een beetje naar jullie kennis over Wiegen. Dus ik heb voor beide twee korte vragen bedacht. Ik zie al zo kijken. Ik begin bij u, mevrouw Helmer Engelbert. Hoeveel kernen heeft de gemeente? 9. En weet u ze ook allemaal op te noemen? Alverna, Balgooi, Bergharen, Niftrik, Leur, Hermen, Wiegen, Woezik. En ik mis er één. Volgens mij Bergharen, Balgooi. Batenburg. Een mooie stadje, inderdaad. Wat ooit een eigen munt heeft gehad in de Spaanse tijd. Ja, precies. Een andere vraag. Welke zin is juist? Is dat Joep woont op Bergharen of Joep woont op Alverna? Joep woont op Alverna. Helemaal goed, dank u wel. Nou, dat is al de basiskennis, hartstikke goed. Mevrouw Van Beek, ik heb ook voor u twee vragen voorbereid. Weet u waar het huidige wapen van Wiegen vandaan komt? Ik denk vanuit Batenburg. Ja, dat klopt. Heeft u helemaal goed. Ja. Dan de laatste. U heeft vast wel het verhaal gehoord van Emilia van Nassau, dochter van Willem van Oranje. Heeft in dit kasteel waar wij nu zijn, heeft ze gewoond. Weet u ook in welke eeuw dat was? Goeiedag. Dus even kijken. Ik denk dat dat in de... Dan moet ik even nadenken. Mm-hmm. Ik denk in de 16e eeuw. Bijna. 17e. 17e. Ja, ja. Daar zat ik over. Hè? Want het is 1600 zoveel, precies. Dus dan is de 17e. Klopt, heeft helemaal goed. Nou, toch wel geslaagd. Dacht geslaagd, ik. Inderdaad. Ja. Nou, met kennis is hartstikke goed gesteld. Nou, we gaan langzaamaan afronden. Wat verwacht u de komende jaren van Wiegen? Wat ik verwacht? Ja. Jeetje, ja, weet je, ik verwacht van Wiegen eigenlijk dat het, en dat staat ook wel in het strategisch kompas, en dat staat ook in al die gespreksverslagen, dat ze samen blijven, een samenleving blijven, die wel gaat groeien. En ik hoop dat ze ook dat er de kracht is om niet mee te gaan in het snelle veroordelen van mensen of van situaties, maar vragen blijven stellen. Dat ze elkaar blijven opzoeken op het moment dat het misschien wat moeilijker gaat, maar ook in goede tijden. En ik hoop natuurlijk heel erg dat het gaat lukken om het vertrouwen in politiek, lokale politiek, om dat te herstellen of te verbeteren. En daar gaat u zich ook voor inzetten? Daar ga ik me ook voor inzetten. En bewonersparticipatie. Dat de gemeente is niet je vijand, hè? Daar moet je het samen mee doen. Dus dat dat bij elkaar komt. En dat is ook een van de grotere
opgave, waarbij ook stond van de stille meerderheid, de zwijgende meerderheid, zoals ze het wel eens noemen. Misschien de onbekende Wiegenaar voor velen. Nou ja, om daar toch een draai aan te geven, om dat geluid te horen, naar voren te brengen en de mensen misschien ook aan het spreken te krijgen. Dus eigenlijk hoop ik heel erg dat Wiegen, en als ik het verhaal zo hoor, doorgaat op de voet waarop ze is. Van Beek, heeft u een tip voor de nieuwe burgemeester? Nou, ik heb geen tip voor de burgemeester, want de burgemeester is, nou, we horen het al in dit vraaggesprek en ik heb al eerder kennis met haar gemaakt, dus zij weet heel goed welke weg zij wil gaan volgen. Maar ik ga haar wel heel veel succes wensen en ik heb haar in een eerder stadium ooit eens ontmoet en toen zei ik van, ik gun jou Wiegen, maar ik gun Wiegen jou ook. En daar wou ik het eigenlijk maar bij laten. Ik wil haar natuurlijk enorm bedanken voor wat ze heeft gedaan voor de Wiegse samenleving en alle kernen. Want volgens mij krijg ik een enorm mooie samenleving om mee aan de slag te gaan met krachtig bedrijven, organisaties, onderwijs, krachtig vrijwilligersleven. Nou, wat wil je nog meer? Het lijkt wel een soort gespreid bedje waar ik aan het werk mag gaan. Dus daar wil ik enorm voor bedanken, want het waren inderdaad geen makkelijke tijden. In coronatijd, dan heb je afstand en als burgemeester wil je juist dichtbij staan en midden in de samenleving. En toch heeft ze dat op haar manier gedaan. Dank daarvoor en ik ga vol energie aan de slag. Goed, dan ben ik nog wel benieuwd. Wat gaat u eigenlijk doen? Gaat u, want ik heb begrepen, u hebt 7 kleinkinderen. Gaat u daar tijd voor vrijmaken? Nou ja, ik ga rusten op mijn lauweren. Ik heb het nog eens even opgezocht om precies te begrijpen wat dat bedoelt. Dus ik ga van al mijn inspanningen nu genieten. Ja. Nou ja, ik ga op vakantie, ik heb een verhuizing en ik ga inderdaad terug naar Twente. En uiteraard, ik kom dichter bij de kinderen en dus ook de kleinkinderen te wonen. Maar ik word geen vaste oppas. Nee. Geen vaste oppas? Nee. Dus we gaan zien wat er nog verder op mijn pad komt. Veel plezier met uw pensioen en vooral met de vakantie die eraan zit te komen. Geniet ervan. Gaan we doen. En mevrouw Helma, heel veel succes met het burgemeesterschap. Dankjewel. En u bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.